De medewerkers werden vanmorgen opgeschrikt door het levenloze lichaam dat ze aantroffen. Ik zei, jongens, wat is er aan de hand? Ja, hij zegt, kijk daar even. Ja, dat is toch wel even schrikken, want er ligt gewoon een persoon. En dat bleek ook inderdaad dood te zijn. En dat is even schrikken. Ik zag een lichaampje liggen. Ja, bruut, bruut. Een beetje wat forsere kerel. Hij lag daar tegen zo'n hek aan. Een beetje met zijn t-shirt half omhoog, maar ik zag geen bloed of iets. Dus ja, die lag er alsof hij er al wel eventjes lag. Het gaat om een man met een buitenlandse nationaliteit. 3 zakken wiet werden naast het dode lichaam gevonden. De buurt fluistert over een afrekening. Ja, er schijnen drugs naast gelegen te hebben, dus dat is toch wel vreemd. Want ja, wat voor buurt is dit? Wij weten van niks. Gebeurt hier iets of is er een afrekening elders? Ik hoop dat dat het is, want het is hier echt heel netjes. Zo in Aalsmeer zijn we er niet echt van hen op kwekerijen of het is een best wel rustige buurt hier. Nee, dat verwacht je hier niet. Ik denk dat het wel een afrekening is. Alleen het vreemde is dat er nog zakken wiet liggen, lagen. Het lijkt me dat ze dat dan wel mee zouden nemen, toch? De politie kan niet bevestigen dat het gaat om een afrekening en doet onderzoek naar de zaak.